jullie zijn. En dat jullie met ons mee gaan doen met Yin Yoga. Francis en Pascal gaan met ons meedoen. We zullen ook verschillende opties laten zien. En je zal ook tijdens deze practice zien dat voor iedereen Yin Yoga anders is. Wat voor mij een hele fijne houding is, hoeft voor jou geen fijne houding te zijn. Pas hem dan ook altijd aan hoe die voor jou goed voelt. We gaan eerst beginnen met een meditatie. Dus je gaat rustig zitten, hoe jij lekker zit. Je mag ook gaan liggen. Ik zit in een lotushouding. En Pascal, die zit bijvoorbeeld in de Japanse zit. Je mag ook liggen wat jij fijn vindt. Leg je handen comfortabel neer, adem diep in. En uit. Adem weer diep in. En uit. Sluit je ogen. Laat even de spanning van je afglijden. Focus daarbij op je ademhaling. Voel je ademhaling. Hoor je ademhaling. Rust in. En uit. Breng je aandacht naar je kruin. En voel als je daar je aandacht en je ademhaling naartoe brengt, dat ruimte voor ontspanning geeft. In je hoofd en in je gezicht. Langzaam met je aandacht naar je nek, je hals, je schouders. Vooral bij je schouders is het vaak net alsof er aan de last van je afvalt, dus je mooi kan ontspannen en los kan laten. Je armen, je handen, ook je hele rug, werveltje voor werveltje, even nalopen, hoe voelt het? Waar heb jij ruimte? Waar niet? Wat je voelt is oké. Mag er zijn. Je buik. Je bekken. Tot in de tenen. Adem in. En laat los. Voel de grond onder je midden. Of als je ligt onder je hele achterkant. Contact wat je hebt met de aarde. Via dat contact voel je je één worden met de aarde. Het is een boom die zijn wortels in de grond schiet. Helemaal tot de kern. Om daar voedingsstof en energie uit te halen. Voel dat jij dat ook kan doen met de aarde. Haal eruit wat jij op dit moment nodig hebt. Wat jouw lichaam nodig heeft.
afhankelijk van hoe flexibel jij bent, hou je je benen dichtbij of leg je hem juist van je af. De andere leg je opzij. Dus je hebt hem hier en daar. Pascal zal hem vandaag laten zien met een bolster. Je kan een bolster thuis gebruiken, maar je kan ook kussens gebruiken. Gewoon van de bed afpakken. Dat is echt heel lekker en heel comfortabel. En wij zullen hem zo doen. Als je gaat draaien. Thank you.
Gerrits en Lies voelen. Dan heb je de bloemen of kussens wat je thuis voorhanden hebt. En die kan je dan ondersteunen. Langzaam sluit je de benen. Ga je even in de shavasana liggen om te voelen wat deze houding met jou heeft gedaan. Gewoon op je rug liggen en voelen. En alles wat je voelt is oké.
iets aan wil passen. Met een blokje bij, een blokje weg. Dat gaat gerust. Thank you.
plaatsen. Op deze manier breng je de vloer wat dichterbij. Misschien de houding voor jou iets aangenamer.
iets te veel vinden, kan je hem altijd ook naar achter halen. Dus je billen en je hakken laten zakken. En hier. Je buik even na voelen wat deze houding met jou heeft gedaan.